Goedemorgen. Nou, ik heb besloten om toch maar even een vlog te maken. Ja, dit is ook een van de dingen waar ik dan tegenaan loop. Ja, ik moet eigenlijk al een kwartier geleden vertrokken zijn. Maar omdat ik het niet goed gepland heb, heb ik de bus al gemist. Dus nu zit ik een beetje in het probleem, in de stress. En zoals je kan zien, ik zie er helemaal niet uit. Mijn haar is nog niet gedaan. Make-up zit nog niet. Ik zit nog lekker in mijn onesie. Nou, ik wilde dit toch even met jullie delen, zodat jullie ook weten waar ik mee zit. En misschien dat als ik dit ooit een keer oplos, dat jullie er ook wat aan hebben. Nou, we zijn nu inmiddels alweer een uur verder of zo. En ik ben niet heel veel opgeschoten. Ik heb wel mijn haar gedaan en mijn make-up en zo. Alleen, omdat ik het toch nog moeilijk vind om dan, als ik eenmaal te laat ben, om dan nog aan te komen, zeg maar. Een soort, ja, faalangst kan je het misschien noemen. Weet ik nog niet helemaal wat ik ga doen. Of ik überhaupt nog daarheen kan. Of ik nog op tijd kan komen. En of zij het oké vindt als ik zo laat kom. Dus dat ga ik allemaal nog even checken. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik heb mijn spullen al gepakt. Dus, nou ja. Ik ben benieuwd. En misschien jullie ook wel. Dus, ik hou jullie up to date. Mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. Ik heb besloten om niet te gaan. En nu ben ik inmiddels weer lekker thuis. En ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen. En ik weet ook nog niet zo goed hoe ik alles ga oplossen. Maar daar ga ik volgende week weer een filmpje over maken. Dus blijf vooral lekker kijken. En dan neem ik jullie volgende week mee naar... wat eigenlijk? Ik denk dat ik naar de boerderij ga. Dus dan laat ik jullie even zien hoe het daar allemaal aan toe gaat. Doei!